Herman, help het. Een verleden bij beide ploegen, dus voor jou ook een belangrijke wedstrijd vandaag. Belangrijk? Minder, hè. Ik ben met pensioen. Dus maar ik heb de twee ploegen heel graag. En, dus dan is het wel een aangename wedstrijd voor mij. Hè. Hopelijk is het een mooie wedstrijd en zijn er geen verliezers vandaag. Want ja, beide ploegen hebben eigenlijk de punten wel nodig. Hè. Ja, dat is spijtig. Hè. Dus dat ze niet meer bovenin staan, dan zou het nog leuker zijn. Want nu degene die verliest, staat er niet goed op. Wat verwacht je van de wedstrijd vandaag? Ja, ik verwacht toch dat beide ploegen een beetje schrik gaan hebben om te verliezen. Dus het zal een gesloten wedstrijd worden. Hopelijk van niet, maar daar vrees ik toch een klein beetje voor. Ja, ja, vandaag Westerlo Lierse. Twee belangrijke ploegen in jouw leven wel, hè? Ja, uiteraard. Lierse waar ik dan als jeugdspeler zijn gestart en 3 jaar eerste elftal gespeeld. En Westerlo, ja, 10 jaar trainer geweest. Het zijn in principe ploegen die... jaren ervaring in mijn eerste klas, de omstandigheden hebben bepaald dat ze nu in 1B zitten en dan, ja, dan wordt dat moeilijker. Men weet waar ze staan, gezien dat de stand en één staat de tweede laatste, de ander staat de derde laatste, dus ze zijn niet goed bezig. Maar oké, de omstandigheden zijn er en we moeten er altijd het beste van maken. Wat verwacht je van de wedstrijd van vandaag? Ik hoop een goede wedstrijd te zien met twee ploegen die in principe zouden moeten winnen. Dat die er ook alles aan gaan doen voor te winnen. Dat de toeschouwers een wedstrijd zien, dat is echt godverdorie. Dat is eigenlijk nog eens de moeite waard. Want inzet ja, voor beide ploegen is hoog, hè? 3 punten. Ja, uiteraard. En ook, ja, het is wat ik zeg, ze staan waar ze staan. Een plaats, die is in een plaats van de laatste plaats. En, dat we, en Westerlo 3 of 4 puntjes er maar boven. Dus het is voor beide ploegen heel moeilijk. En de winnaar doet hier vandaag een heel mooie zaak. Het is te hopen dat ze ervoor gaan spelen. Niet in de zin van een puntje is voldoende. Nee, want een punt is niet voldoende. Men kan alleen maar tevreden zijn met een overwinning, denk ik. Ja, 1B, misschien ook een moeilijke competitie. Omdat ja, de middelen zijn beperkt. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd ook. Hè? Ja, dat is inderdaad. Ze zijn gewoon aan elkaar gewaagd. En dat men dan een spits heeft die vrij gemakkelijk een doelpunt kan maken. Dan gaat je bovenaan die rangschikking staan. En zowel Lierse als Westerlo maken niet zo veel doelpunten. En zie je ze ook staan waar ze staan.